Ik ben Axel van Blocks en in deze video gaan we kort kijken naar de situatie rondom Ethereum. Ja, nu is het hoge woord vanuit de SEC eruit. De goedkeuring voor het eerste deel van de Ethereum Spot ETF, die is gegeven. Maar wat gaat dat nu betekenen voor die hele ETF-markt? Zou dit uiteindelijk kunnen gaan inhouden dat Ethereum gaat winnen van Bitcoin? Deze grote vraag is Ethereum nu dan eindelijk echt op weg om een hele dominante positie in de institutionele wereld te gaan innemen? Nou, inmiddels is daarvoor een hele belangrijke hoorde genomen, zoals je misschien wel weet. De SEC, de toezichthouder op verschillende financiële markten in de VS, die heeft namelijk het eerste gedeelte van de aanvragen voor een Ethereum Spot ETF goedgekeurd. Daarmee zijn we er overigens nog niet. Dezelfde SEC moet ook nog beslissen over een tweede belangrijk deel van die aanvragen, de zogenaamde S1-formulieren. En als dat er doorheen is, en de verwachting vanuit de meeste experts is dat, dat dat enkele weken tot maanden gaat duren, dan kan het dus echt gaan losbarsten. Dat betekent dat vanaf dat moment de Ethereum Spot ETFs ook daadwerkelijk verhandeld mogen gaan worden op de markt, waar dat nu dus, vergeet dat niet, nog niet het geval is. Dit is een eerste gedeelte, maar het verhandelen, dat zit er nog niet in. Maar wat gaat dit uiteindelijk betekenen? Is er wel vraag vanuit de markt en zou er misschien zelfs meer vraag kunnen ontstaan naar deze financiële producten dan naar producten gebaseerd op Bitcoin? In ieder geval is tot nu toe natuurlijk Bitcoin de koning in dit hele verhaal geweest, omdat het ook de enige is waarvoor deze producten er zijn. Maar op korte termijn gaat Ethereum daarbij komen en het lijkt er steeds meer op dat er toch wel een boel partijen zijn die daar oor naar hebben. Uiteindelijk zijn er namelijk volgens die partijen ook wel weer extra mogelijkheden waarin Ethereum ingezet zou kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld tokeniseren. Dus het eigenlijk verkryptoën van verschillende assets op een blockchain. In dit geval dus die van Ethereum. Daarnaast heeft het natuurlijk ook veel overlappende eigenschappen met die van Bitcoin, maar onderscheidt het zich ook nog op verschillende manieren. Zo zie je hier in deze tweet bijvoorbeeld ook dat nou, Michael Saylor daar op dit moment een klein beetje over bekritiseerd wordt. Hij stelde namelijk recent nog dat Bitcoin de enige zou zijn waarvoor er ooit een Bitcoin of een Spot ETF goedkeuring zou volgen. Dat zou niet zo 1, 2, 3 gaan gebeuren voor bijvoorbeeld Ethereum, waar dat er nu wel lijkt te zijn. En dat zou zijn, stand dus, zijn standpunt een beetje kunnen gaan ondermijnen, omdat er ook veel partijen nu geld daarin gaan stoppen. Nou, uiteindelijk zou dat wel kunnen gaan gebeuren. En je ziet dan ook dat verschillende handelsvolumes voor producten die hier een klein beetje op voortsorteren. Op de Ethereum Spot ETF's dus al beginnen toe te nemen. Dus ook dat is opnieuw een indicatie dat er wel degelijk interesse is vanuit de markt om hier echt iets mee te gaan doen. Of dat uiteindelijk ook bitcoin gaat uh, overrulen, of dat het de handelsvolumes van bitcoin kan evenaren of zelfs gaan overstijgen, dat is nog zeer de vraag. Uh, daar zijn een heleboel andere omstandigheden natuurlijk nog in van belang. Partijen moeten het uiteindelijk ook wel aandurven om daar nou ja, flink hoeveelheden geld tegenaan te gaan gooien. Daarvoor is bijvoorbeeld de mate van centralisatie iets waar flink naar zal worden gekeken. Maar ook uh, de diepte, de liquiditeit. Hoe snel kun je van bepaalde orders af? Hoe snel kun je inkopen en verkopen? Uh, en hoe wordt het netwerk natuurlijk onderhouden? Dus dat zijn ongetwijfeld ook zaken waar dat partijen dan naar gaan kijken. Maar het is natuurlijk wel een eerste belangrijke stap dat er een gereguleerd financieel product in de vorm van bijvoorbeeld een Ethereum spot ETF goedgekeurd en gelanceerd gaat worden. Omdat die partijen zich dan ook veel minder druk hoeven te maken over nou ja, al die omstandigheden daarbij. Daarnaast heb je bijvoorbeeld wel gezien, de afgelopen periode ook, dat Ethereum het nog steeds in een heeft om gigantische groeipercentages neer te zetten als er weer iets in die markt gebeurt. En dat zou natuurlijk ook wel flink de interesse kunnen wekken van grote financiële partijen, omdat daar dus nog veel te halen valt. En met name ook bij bijvoorbeeld de pensioenfondsen zou dat aan de hand kunnen zijn, zoals James Leves laat weten. Ik kende macro-economers dat op Twitter, dat met name Amerikaanse pensioenfondsen hier wel eens flink in kunnen gaan investeren tot zo'n 10% van hun kapitaal. En dat zou dan in de eerste instantie in bitcoin gaan zijn. Dus ook daar ligt natuurlijk de voorsprong voor bitcoin. Maar uiteindelijk met de goedkeuring van dit soort producten zou dat ook heel snel kunnen doorwateren naar wellicht ethereum producten. Maar wat verwacht James Levens dan precies? Nou, dat er eerst met hele kleine hoeveelheden, 0,1 tot nou ja, misschien een half procentje, geïnvesteerd gaat worden door deze partij. Gewoon om even te proeven en te proberen aan die markt om te kijken of dit nu precies werkt, hoe het werkt en wat het voor deze pensioenfondsen kan gaan betekenen. Uiteindelijk is zijn verwachting dat dit dan vrij snel zal gaan groeien naar 2 tot 5 procent als ze inderdaad hebben gezien dat het werkt en er ook nog eens behoorlijke resultaten bij komen kijken. En als ze het dan volledig gaan begrijpen, zo stelt James hier... en ook echt begrijpen dat dit op de nou ja, misschien wel eindeloze termijn... een fantastische investering kan zijn... ten opzichte van nou, fiat-valuta dat alleen maar in waarde afneemt... of verschillende andere omstandigheden... die bijvoorbeeld weer bij uh, reguliere aandelen komen kijken... dan verwacht hij dus toewijzingen en allocations van 10% of misschien wel meer. Nou, dat zou natuurlijk een hele belangrijke eerste stap kunnen zijn... Via Bitcoin en uiteindelijk, als dat naar verdere andere goedgekeurde producten gaat leiden, dat überhaupt crypto in de hele breedte een steeds dominantere positie kan gaan krijgen in de portfolio's van bijvoorbeeld deze pensioenfondsen. Wat uiteindelijk natuurlijk ook weer een fantastisch verkoopverhaal is richting verschillende grote financiële partijen om eenzelfde soort stap te nemen. Langzaam maar zeker zien we dat natuurlijk ook bij commerciële bedrijven, et cetera, gebeuren dat zij kleine hoeveelheden. ...of in sommige uitritten, zoals bijvoorbeeld de MicroStrategy... ...gigantische hoeveelheden aan Bitcoin gaan aanhouden op de balans... ...juist om te kunnen ontvluchten aan de inflatie... ...die toch nog steeds behoorlijk reëel is... ...zeker in verschillende andere delen van de wereld. Wil jij volledig op de hoogte worden gehouden... ...van alles wat er zich afspeelt binnen de crypto... ...bijvoorbeeld met onze dagelijkse nieuwsupdates... ...onze blogs update. ...en daarnaast ook door een regelmatige dive. ...zorg dan dat je jezelf subscript op ons YouTube en Spotify kanaal... ...van blogs dus. Daarop vind je dit gewoon iedere werkdag terug. Voor nu, fijne avond gewenst en tot snel weer. Doeg!